steeds vaker over televisies waarmee je 3D kan kijken. Nou, ik heb er hier een staan. Staat ook op de doos, 3D, en dat ik er 3D content mee kan kijken. Maar ben ik dan ook klaar? Bij veel tv's waar 3D mee mogelijk is, heb je nog extra apparatuur nodig. En in dit geval hebben we nog extra 3D brilletjes moeten aanschaffen. En daarbij krijgen we dan ook een 3D Blu-ray titel. En dan ben je er nog niet, want je hebt nog steeds ook een apparaat nodig waarmee je deze 3D Blu-ray kunt afspelen. In dit geval spelen wij die 3D Blu-ray disc af op een PlayStation. Na een specifieke firmware update is dit apparaat namelijk in staat om ook 3D films af te kunnen spelen. En daarnaast kun je natuurlijk altijd een 3D Blu-ray speler gebruiken daarvoor. Ik heb de 3D Blu-ray nu in de PlayStation gedaan. En we gaan eens kijken wat voor effect dat gaat opleveren voor ons. Het is overigens zo dat je voor 3D heb je altijd een apart 3D brilletje nodig. En daarnaast ook een tv die daarvoor geschikt is. Oké, nou, we hebben 3D draaiend hier. Dan zullen ze gemerkt hebben, 3D heb je niet zomaar. Daar moet je iets voor doen. Bij veel televisies moet je toch nog een extra pakket aanschaffen met speciale 3D brillen. Daarnaast heb je een afspeelapparaat nodig. En in dit geval kan dat een PlayStation zijn. Maar daarnaast heb je ook 3D Blu-ray spelers. En dan heb je natuurlijk ook nog de 3D Blu-ray disc zelf nog nodig. Al met al vraagt het altijd nog wel wat te investeren dus.